Nou ja, er is heel veel meegemaakt, zeiden we al, lieten we al zien, veel crisis. Is dat een van de dingen waar ze het zwaarst was voor dit haar? Dit is het dieptepunt in haar 70 jaar koningschap. Voor haarzelf, hè? Ik bedoel, Prins Andrew en Jeffrey Epstein-combinatie is natuurlijk vrij dubieus. Maar zij is zelf eigenlijk vrijgebleven van schandalen. Ja. En dit moment was zo teleurstellend voor veel Britten. Mensen waren echt heel boos. En ook de tabloids, die vaak toch zeker Queen gezind zijn, die zeiden: Madam, where are you? En dat is toch wel echt een kentering geweest in hoe de Britten naar het Goed afgesteld. Nee, maar ik denk dat zij niet per se een enorm goed afgestelde maatschappelijke antenne heeft gehad. En het hoefde ook nooit. Hè. Het was ook een handelsmerk van het Britse Koningshuis om juist die afstand zo enorm groot te hebben. Want ze staan boven alles. Een soort ik begreep dat.